neem de... Ik kan geen Spaans of El Mexicanos. El Paca. El Dato. Hola, Alberto de Oco. El Diego. Ah, Contrada de Oco. Antera van deze avond. Wat dat. Dankjewel, Damien, voor deze mooie vertaling. Alsjeblieft. Dat kan niet gewoon. Race. Dit is de race die je met auto's moet doen. Bedankt. Dank je. Ah, oh yeah, al die toetsen door elkaar heen. Mooi goed dan. Gijs is en dat is Ingmar. Ingmar, welkom. Ingmar, klinkt als een Rus. Ingmar. Ingmar. Oh nee, we mogen weer geen Russische grapjes maken, anders maken we weer zo. Ook al niet, Jezus. Eigenlijk moeten we gewoon heel de aflevering stil zijn. Ja. Alles maar dan is het, waarom zijn jullie niet grappig? Nou, omdat we geen grapjes mogen zeggen, omdat er minimaal één iemand boos wordt. Oh, Gijs, wat probeerde jij? Boom, Damien. Nee, dat deed je zelf. Nee, Stefan! Had je die even... Oh, Damien, dat deed je helemaal zelf. Hey, Mel. Hey, Gijs. Nick. Ik ben een palmboom. Shit. Hallo, ook palmboom. Hoe gaat het ermee? Was je op je musical ook een boom, of niet? Nee, was jij dat wel? Ik was een boom. Het klinkt echt heel kut. Ja. Oeps! Hadden jullie dan geen songs? Hadden jullie ook op je musical dat je solo moest zingen? Nee, ik mocht mooi in een groepje. Ah, je hebt geluk. Oeh, moet je hier doorheen? Ah, dat kan. Ja. Dat is er natuurlijk. Ah, nee. Oh, hier, het is jullie niet eens gelukt. Yes! Dag jongens. Het is Gijs gelukt. Ah, flik. En nog iemand. Ja. Het is... Nee. Damien 98. Serieus, heeft Damien gehaald? Dat zeg ik. Oh mijn god. Ik word weer eerste gewoon, ik hou mijn titel. Weet je dat zeker, Damien? Ja, Gijs, ga weg daar. Ik zag je glinter in de weg. Toet toet, Damien. Toet. Nee. Gijs, je glimt. Nick zit nog wel even vast, heb ik zo niet. Ik hoop gewoon dat iemand daartussen komt te zitten. Allemaal met z'n allen vast. En ik zal echt gewoon zo gewoon blijven zitten, dat iedereen gewoon niet langs kan. En dan af en toe toeteren. Toet. Je kan! En dan weer ervoor gaan. Oh, yes! Deal dit. Hey Damien. Hey Gijs. Dit is echt wel de race van als je één fout maakt. Die heeft het niet gehaald. Ik heb de fout gemaakt, Gijs. Dag Damien! Dag! Oh, ik wou bijna zeggen, dit kon nog mijn fout worden. Je wint toch niks. Ik win veel doekoes waar ik niks aan heb, maar... Jawel, je kan het verkopen voor Habbo geld. Je kan weer... Habbo credits kopen en HC-lid worden. Yes. Yes. En dan een HC-bank krijgen. Ja, nee, daar hebben ze volgens mij al lang niet meer, hè. Oh. Nee, maar iedereen is rekening ging down. Dat betekent dus dat mijn HC-bank... Van vroeger? Super zeldzaam zijn! Denk ja, Cash Money Flow, tijd voor een casino. Helaas heb ik... Dat is ook het enige wat wij hebben gedaan, inderdaad. Oh, als je ooit gescamd bent door mij, sorry. Sorry. Dit is mijn openbaarlijk excuus. En dit ik was zo niet jong, de bedoeling. Ik was zo'n klootzak. Wij wisten niet dat die echt kinderen waren die... Ja, dan had ik eigenlijk was ik een van die kinderen die veel geld had ingezet. Maar ik wou nooit gokken, want ik wist dat ik altijd mijn geld kwijtraakte. Ah oh nee, dat is zo mooi. Dan geven ze één meubie en dan zeg en dan ging je erop dobbelen. Ja, dan ging je dobbelen en dan hadden ze gewonnen en zwart. Doei! Ging ik door die teleport heen. Dat had ik. Dat was zo fucking scum. Nee, ik was dan altijd van, ik klik mijn tabblad dicht. Ja? Oh nee, verbinding is verbroken. Oh, snerven. Ik ging gewoon door de teleport heen. Er kwam ooit eens een keer kwam er een staf van Habbo, die kwam naar me toe. En Toen scheet Nick drie kleuren stront en ging je gewoon een disconnecten. Nee. Ik had toen gezegd van, nee, ik ben gewoon eerlijk bezig. En toen ging hij een eigenlijk is het wel heel slecht, zeg maar, dat minderjarigen allemaal aan het gokken zijn. Ja. Als je even over nadenkt, iedereen is gewoon geld aan het inzetten. Hey, ik verdien dan meubies, hey. Was dat niet zo'n wannabe staflid? Nee, waarschijnlijk dat is niet de staflid. En die zei van... Hij had een gouden AC-badge. Ja. Ja, ik ben staf, ik ben staf. En geef me je wachtwoord, krijg je veel credits. Ik ben staf, ik ben staf. Habbo was eigenlijk zo'n kwaadaardige opinie. Vertel hem, alsjeblieft. Ik weet wel mijn scam-accounts, weet ik nog wel. Dat is het trieste. Ik had Ta-Money, T-H-A, en dan Money. Dat klinkt ook heel betrouwbaar, hè?
Je gaat gokken bij Ta Money. Ik denk dat hij gewoon legit is, hoor. Ja. En ik had Valkommen. Valkommen? En je normale account? Ja, die is top secret. Zeg het alsjeblieft. Ik smeek je. Als ik win, dan zeg ik hem. Is goed. Iedereen stil blijven staan. Iedereen stil blijven staan. Nee, maar ik had Valkommen is eigenlijk gewoon Zweeds voor welkom. En dat heb je opgezocht op vertalen. Nee, we hadden zo'n bordje en dat zat al, meestal lag dat voor de PC. En toen was het zo van, ik heb een nieuw account nodig, hoe ga ik die noemen? Oh, Valkommen, dat klinkt wel grappig. Ik heb ooit één keer zo'n kamer gehad. Valkommen is, Ta Money is een scammer. Dat kon je dan doen, als je dan iemands kamer wou zoeken. Dan moest je die naam intypen en dan als je dan... Ja. En weet je wat dan het trieste is? Je kon dan gewoon via die hulpbar zo'n bericht indienen van... Dat is helemaal niet waar, ik ben helemaal geen scammer. Weg die kamer, weggehaald. En ze van... Wow. Yeah, habbo rechtssysteem. Habbo, jongen, iedereen was daar een fucking scammer. En als je niet de scammer was, dan werd je gescamd. Dan werd je genaaid. Oh, dat ben ik. Ah, oh, nee, iemand help mij. Er zijn twee soorten mensen. Oké, okay, wie rijdt daar? Help mij. Help mij, nee. Godverdomme lul. Hey Nick. Hey. Zo kan ik dus nooit mijn habbo-naam gaan vertellen. Jawel, vertel. Nee, want ik alleen als ik zou winnen. Nee, dat was geen deal. Jawel, dan heb je nog Jaap gezegd. Ik heb niks. Je hebt geen bewijs. Jawel, het staat op camera, Jamie. Nee. Fuck. Dat is mijn stem niet. Hoe kan je bewijzen dat het zijn stem is? Nou, omdat hij in het begin van de opname zei, ik ben Damien. Ah, pik al, dit is mijn stem. Ah, dit is zijn stem, ja. Legit. Legit. 10 out of 10. IGN would rate it. Oeh. Nick, wat doe jij? Ja, ik weet niet wat ik hier doe eigenlijk. Ja, ik dacht dat we naar rechts moesten. Ik weet niet wat ik hier doe, zeg maar. Jongens, ik sta zo ver achter met Stefan. Ik heb echt gezellig, geen... Nee, helemaal niet gezellig. Ik heb echt geen idee wat ik hier doe in de eerste... Oh, fucking Damien. Daar mag ik niet langs. Nee, kom. Er komen nog andere mensen aan. Hey, spreken. Jongens. Oh, Nick, goed bezig. Hoe moet ik hier langs? Ah, oh, fuck. Ik mis hem waarschijnlijk keihard. Damien, wat? Weet jij het? Ik zie je een schans. Maar voor mij is dat godverdomme als zo'n andere kant. Damien. Hoe moet je hier langs? Oh, wacht. Ik zie het al. Hey, jongens. Oh. Nee, rijd door, alsjeblieft, blijf doorrijden. Nee! Oh, nee, Rip. Oh. Ik zit vast hier. Wie is die lul? Wie is zo naar hier, hoor. Dat zag er zo mooi uit, Gijs. Ik zie eerst zo naar zo'n gast. Hey, Damien. Hey. Ik zit daar vast. Ja, blijf zitten. Ja, tuurlijk. Maar Gijs, voor je hier valt. Hou je het nog? Nail dit. Ah, fuck. Shit. Ik wil best wel voor de eerste plaats mijn super swagalicious habbo naam vertellen. Ah, ik vind het wel echt waard, man. Hij is echt heel teleurstellend. Nee, waarschijnlijk als je hem hoort, zit je van, was dit hem? Nee, toen leefde G-Typo nog gewoon niet. Ja, nou jawel, daar kwam die toch? Nee. Daarna pas, zeg maar. Oh. Fuck you, Stefan! First place! Vertel. Nou komt hij. Even een epische opbouw, maar ik een spannend trommelgroffel. Nee, dat is geen trommelgroffel. Oké, wacht. Het was moeilijk rijden zonder één hand. Nick, nu nog voor jou. Trommel, jee! Nee, echt trommelen, Nick. Fucking hell, ik ga wel DNF. Het maakt me niet meer uit. Ja! Hey! Hij was... Puntje, vraagteken, puntje. Gijs, puntje, vraagteken, puntje. Ik was zo'n triest kind die echt gewoon niet origineel was. Ah, ik was dat het? Ja. Ik had nog iets verwacht van Gijs, boys, je weet het zelf. Nee. Daarom zei ik ook even, waarschijnlijk wordt hij echt een heel stuk teleurstellend. Ah, en dat wou je niet vertellen? Nee, mooi hè. Ik moest iedereen in spanning laten wachten, Damien. Het is niet leuk als je zo'n treurige naam gelijk vertelt. Ja, maar dan was hij nog leuker geweest. Nee. Nu waren we gehoopt. Ja, nu had je allemaal heel die fantasie kunnen loslaten gaan van... Oh man, wat zou die naam kunnen zijn? Heb je ook nog gewonnen. Ja, dat is mooi, hè? Damien, die did something wrong. Die fucked up. Hé, maar Dries is wel in de game.
what it takes to be the meanest, the coolest, the most savage of the fuckers in the whole kingdom. The baddest motherfucker in the goddamn belt. Motherfucker!